welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie mijn krullenroutine laten zien. Het is een geüpdate versie, want ik heb al een keer zo'n video gemaakt. Maar dat is wel echt een tijdje geleden. Echt like 2 jaar geleden of zo. Die video staat goed op mijn kanaal. Maar dat was toch wel in het begin van mijn krullenproces, als ik het zo kan noemen. Want ik heb echt jarenlang stijl haar gehad. Ik heb mijn haren altijd gesteld, omdat ik gewoon niet wist hoe ik met mijn haren om moest gaan. Ik heb het gebleekt 3 keer, geblondeerd, rood gemaakt, zwart gemaakt, bruin gemaakt, ombre, pruiken, nephaar, al die dingen. Maar mijn haar was altijd stijl. Ongeveer 3 jaar geleden ben ik begonnen met gewoon mijn echte haar weer te rocken. Maar ja, je snapt wel dat na al dat gestijl en geblondeer en zo mijn krullen helemaal weg waren. Dus toen begon ik net met het proces. En toen had ik een goede krullenroutine gevonden. Maar op dit moment is hij nog beter en mijn krullen zien er nog beter uit. En ik ga vandaag aan jullie laten zien hoe ik dat voor elkaar heb gekregen. Wat ik gebruik, hoe ik het aanbreng en dat soort shizzle. Als je mij al volgt vanaf het begin van mijn kanaal, mijn allereerste video's waren met een U-part wig, een halve pruik. Dus alleen mijn echte haar was hier en de rest was nep. Dan heb je ook na een aantal maanden, na een jaar of zo, begon ik dus met mijn krullenproces. En dan heb je goed het verschil kunnen zien van toen en nu. Mijn haar was ook kort, nou is het echt lang gegroeid. Het is voller, de krullen zijn beter. En ja, alles is gewoon al met al beter. En ik ga laten zien wat ik dus doe voor mijn haar. En ik heb echt een paar goede tips om je krullen weer terug te krijgen. Want mensen, echt waar, je krijgt je krullen terug. Dus geef de hoop niet op. Mijn krullen waren helemaal weg. Het was helemaal zo slag geworden. Er was geen enkele krul meer. En nou heb ik weer volop mijn krullen terug. Dus het is echt gewoon mogelijk wat je ook doet. Dus dat ga ik vandaag laten zien. De intro is weer lang genoeg. Ik praat weer lekker veel. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Klik ook op het belletje naast abonneren, zodat je een notificatie krijgt wanneer ik mijn video's upload. 4 in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Zoals je kunt zien heb ik mijn haar al helemaal gedaan. Maar ik heb dus opgenomen hoe ik het heb gedaan. En ik ga straks gewoon wat shots erin gooien waarin ik mijn haar doe. De shots waarin ik hier zit zijn met een andere outfit en een andere achtergrond. Want ik heb net een andere video gemaakt. Dus dan weet je waarom dat is. Voordat ik ga beginnen met de video, altijd de vraag wat ik op mijn lippen heb. Ik heb vandaag een grote lippencil op van NARS. Dit is de Velvet Matte Lip Pencil in de kleur Intriguing. Of zoiets, I don't know. Maar dit is echt een prachtige nude lippotloodje. En die is een beetje zo matachtig. Dit is echt een geweldige everyday lip pencil. I love it. Als je gaat beginnen aan je krullenavontuur, tenminste als je echt beschadigde krullen hebt zoals ik had, dan moet je 1 stap niet overslaan. Dus die ga ik laten zien voordat ik überhaupt aan mijn krullenroutine begin. En dat is de Apogee 2-step treatment. Het is een 2-step treatment, dus 2 stappen. Er hoort nog een klein wit flesje bij. Ik weet alleen niet waar ik hem heb gelegd. Ik kon alleen deze vinden. Dus. Maar er hoort nog een witte bij. En dit is een proteïnebehandeling en die is geweldig voor je haar. Mensen, als ik zeg geweldig, bedoel ik geweldig. Het is geschikt voor mensen die proteïne missen in hun haar. Dan heb je vaak heel droog haar. Je krullen zijn niet meer goed gedefinieerd. Je hebt een beetje dat slagkrullen wat je vaak hebt als je je krullen echt hebt beschadigd. En dat soort dingen. Het is heel droog, geen volume. Gebruik als allereerste Apogee 2-step treatment. Ik heb deze 1 week terug weer gebruikt. En echt mijn krullen. Oh mijn god. Ik kan niet eens vertellen hoe goed mijn krullen er nou uitzien. En hoe ze er eerst uitzagen. Ik ga even een before en een after laten zien. Je ziet gewoon hoe goed mijn krullen nu zijn gedefinieerd. Hoe mooi ze krullen. Ze krullen mooi omhoog. Het is allemaal gezonder. Het is zachter. Dus dit is echt een stap die je echt moet doen. Het is echt je geld waard. Ik zet by the way van alle producten een linkje beneden in de beschrijving. Dus doe dit als eerste. Echt, I love it. Ik doe dit ongeveer elke maand, elke 3 maanden. Je moet in ieder geval minimaal 6 weken wachten. Anders heb je een proteïne overload. En dat wil je ook echt niet. Want dan gaat je haar zakken, mis je volume. En dat is ook weer niet wat je wilt. Oké, dan ga ik gewoon beginnen met mijn krullenroutine. Wat doe ik altijd in de douche? Dat heb ik niet gefilmd. Want hè, ik kan niet mij in de douche filmen. Ik begin
eerst met het wassen van mijn haren met shampoo. Ik heb hier de Petal Fresh Strengthening Shampoo. Dit is de Strengthening, maar ze hebben ook een heleboel andere varianten. Maar mijn haar heeft echt dit nodig. Deze heeft echt wat meer strengthening nodig. Deze heb ik gekocht bij Holland & Barret of Barret, oftewel De Tuinen. En dit is echt een super fijne shampoo. Ik was mijn haren 2 keer, want ik gebruik best wel veel product. Ik denk dat heel veel krullenbollen zich daarin kunnen herkennen. Dus mijn haar moet echt goed schoon worden. Dus was je haar altijd 2 keer. En het schuimt zo lekker op. I love it. Dit is echt goed voor je haar. By the way, ik volg de CG-methode niet meer. De Curly Girl-methode. Omdat het gewoon niet werkte voor mij. Mijn haar werd plat. Ik verloor volume. Mijn haar werd te vettig. En ja, dat werkte gewoon totaal niet voor mij. Dus een aantal producten zijn niet voor de CG-methode. Als je wat meer info wilt over waarom je de methode niet zou moeten volgen. Er staan echt een heleboel video's over van andere meiden op YouTube. En daarin leggen hun uit waarom hun ook de methode niet meer gebruiken. En dat is ook waarom ik het niet meer doe. Het had gewoon niet echt nut voor mijn haar. Als ik mijn haar heb gewassen met mijn shampoo, ga ik eerder met mijn curls conditioner. Wacht, dit is de verkeerde. Deze. Mijn curls coconut curlada conditioner. Deze gebruik ik al jaren. Super fijne conditioner. Die doe ik helemaal in mijn haar. Best wel veel product. En breng het vooral aan op de onderkant van je haar. Dus ongeveer van hier tot hier. Daar niet doen, want dan verlies je ook weer volume. Dus breng het echt aan vanaf hier tot aan beneden. Breng best wel veel aan. En dan kun je je haren gaan borstelen om de klitten eruit te halen. Mensen met krullen, borstel je haren niet droog, maar echt nat in de douche. En begin onderin en doe een beetje rustig, zodat niet je hele haar afbreekt. En dan laat ik dit gewoon eventjes in mijn haar. Ga ik mijn tanden poetsen. Ik poets die in de douche. Dan doe ik mijn lichaam wassen. Dat soort dingen. En dan was ik het eruit. En dan ben ik klaar in de douche. Na de douche droog ik mijn haar een beetje af. Met gewoon een handdoek. En dan ga ik beginnen aan het proces. Ik begin eerst met te kammen. Dit is mijn Den Man Brush. Deze is perfect voor meiden met krullen. Hierdoor krijg je hele mooie gedefinieerde krullen. Dus dit is echt je geld waard. Bestel hem echt. En dan de echte. Deze gebruik ik om nog even een beetje zo door mijn haar heen te gaan. Om gewoon de klitjes die er misschien nog in zitten, wat bijna nooit is, gewoon eruit te halen. En mooi alle haren uit elkaar te halen. Dan ga ik in met mijn Blueberry Bliss Leave-In Conditioner. Dit is een van de belangrijkste stappen. Vergeet dit niet, anders wordt je haar heel erg droog, heel erg stug. Dit maakt echt verschil. Dit maakt je haar mooi zacht. Het voedt je haar mooi. En je haar ziet er gewoon al met al beter uit. Glanzender, zachter. De krullen zien er beter uit. Dus en Leave-In Conditioner is echt super, super belangrijk. En ik heb dus gewoon de combi van de curls. Gewoon de normale en de Leave-In. En deze twee samen echt geweldig. Dus deze doe ik dan ook in mijn haar. En dit product is ook goed voor beschadigd haar om je haar goed te voeden. Ook dit breng ik weer aan in vooral de onderkant van mijn haar. Gewoon zoals ik ook net had gedaan in de douche. Ongeveer vanaf het midden tot aan beneden. En het mag best wel veel. Wees niet bang om echt wel wat product te gebruiken. Ik halveer mijn haar en dan begin ik aan de ene helft en dan de andere helft. Wanneer ik de leave-in er helemaal in heb gedaan, dan pak ik weer mijn kam en dan borstel ik omhoog. Je kunt zien hoe ik omhoog borstel van mijn hoofdhuid weg vanaf mijn hoofd. Want als je omlaag doet, dan kam je je haar omlaag en dan worden de krullen plat en ze gaan hangen en dat soort dingen. Dus als jij hiermee omhoog kan, dus echt weg van je hoofd, dan heb je straks meer volume. Dus vergeet dat niet te doen. Ik pak echt pluk bij pluk en dan kam ik het gewoon zo omhoog. Daarna ga ik in met mijn Light Cream Gel van Bounce Curl. Dit gaat er echt voor zorgen dat je krullen goed gaan krullen. Het is ook een lichte crème, dus echt lichtgewicht. Het laat je haar niet helemaal zakken. Het is niet heel zwaar voor je haar. Ik adviseer vooral voor vrouwen met krullen met echt lang haar, zoals mij, om echt lichte producten te gebruiken. Want ons haar verliest al best wel veel volume, omdat het zo zwaar is, want het is lang. Dus gebruik vooral lichte producten. Heb jij kortere krullen, dan is het echt geen enkel probleem om gewoon zware producten te gebruiken. Je moet echt kijken naar jouw specifiek type haar. En dit is echt wat werkt voor mij. Maar ik weet dat de meeste meiden met krullen toch wat korter haar hebben. Dus dan is dat gewoon prima. Maar voor iedereen met lang haar, gebruik dus lichte producten.
Dit is echt een geweldig product. Ik smeer het gewoon in heel mijn haar. En dan ga ik mijn haar van onderen omhoog crunchen. En zo creëer ik mijn krullen goed. En dan gewoon blijven crunchen. Totdat alles er gewoon goed in zit bij allebei de kanten van je haar. Dit is best wel een prijzig product. 20 euro. Bijna alle krullenproducten zijn gewoon prijzig. Dat is nou eenmaal het nadeel aan krullen hebben. Krullen is niet makkelijk. Het is duur. Het is veel werk. Maar het is het waard. Want krullenbollen zijn echt prachtig. Vrouwen met stelhaar ook hoor. Maar, dit is dus echt een best wel duur product. Maar ik heb ook een betaalbaar alternatief. En dat is deze van André Lon. Die heb je gewoon bij de Kruidvat Ethos. Dit is de Happy Curls Cream. En dit doet ook wat dit product doet. En dit product is maar iets van, volgens mij 3 euro of zo. Het is anti-pluis en het verstevigt je krullen. En dat is ook precies wat dit product doet. Als laatste stap nog een mousse. Ik heb best wel droog en pluizig haar. Dus mousse is echt een belangrijke stap. Ik gebruik mijn Frizz Ease mousse van John Frieda. Deze is te koop bij de Kruidvat en de Ethos. Je kunt hem dus gewoon halen in de winkel. Hij is ook wel weer een beetje duur. 10 euro. De Dream Curls mousse. Maar dit is echt een geweldig product. En vanaf de dag dat ik dit product ging gebruiken, merkte ik zoveel verschil in mijn haar. Ik hou gewoon mijn hoofd ondersteboven. En dan crunch ik dit er gewoon in. Ik pak best wel veel product. En dit zorgt er ook weer voor dat je haar echt een stuk minder pluist. Dit is echt het meest geweldige product voor pluis. En ook weer, dit defineert mijn krullen heel erg goed. Omdat ik dus wat langer haar heb, heb ik vaak het probleem dat mijn krullen niet meer heel goed omhoog krullen. En dit helpt daar ook echt heel goed bij. Dus dit is altijd de laatste stap die ik doe en ook echt nooit overslaan. Dan wikkel ik mijn haar in een microvezel handdoek. Het is belangrijk dat het microvezel is, want een gewone handdoek is te stug en dat veroorzaakt pluis. Ik heb dit ding gehad ooit in een goodie box. Ik weet ook echt niet waar die los te halen is. Deze is van moshimoshimind.com. En deze is super handig, want die wikkel ik zo om mijn haar en dan zit mijn haar gewoon helemaal goed. Dan ben ik basically klaar en dan is het tijd om mijn haar te gaan feunen. Ik gebruik altijd een feun met een diffuser. Je kunt je haren ook gewoon op de normale manier laten drogen, gewoon in de lucht. Maar ik moet echt volume hebben, dus ik gebruik echt een diffuser. Zonder een diffuser krijg ik niet de krullen en de volume die ik zoek. Nou, hoe moet je je krullen diffusen? Dit heb ik ook echt jaarlang verkeerd gedaan. Ik heb dus laatst een video gezien op YouTube over hoe je het echt zou moeten doen. En ik denk echt dat de meeste van ons het verkeerd doen. En sinds ik ook ben veranderd nu in de andere manier van diffusen, zie ik ook weer heel veel verschil in vooral de volume van mijn haar. Wat ik dus doe is, ik ga niet gelijk diffuseren vanuit de onderkant van mijn haar. Ik ga eerst met de diffuser op een lage stand, ik gebruik gewoon hete lucht, ga ik gewoon rustig over mijn haar. Ik raak mijn haar verder niet aan en ik richt me echt op de bovenkant, want die moet het eerst drogen. En dat creëert meer volume. Dus ik ga gewoon voor ongeveer 5 minuten, gewoon met de diffuser, ga ik gewoon zo over mijn haar. Helemaal zo rustig aan op een lage stand. Totdat het een beetje gedroogd is vanuit boven. Wanneer ik dat heb gedaan, dan pas ga ik vanaf onder het diffuseren. Nou doe ik ook gewoon de föhn op de hoge stand. En dan ga ik gewoon diffuseren op de normale manier die we gewend zijn. Ik begin eerst gewoon zo normaal onderaan. Ik begin eerst links, dan rechts. Daarna ga ik mijn hoofd ondersteboven houden. En dan ga ik van onder het diffuseren. Je hoofd op die manier diffuseren, dus echt zo met je haar omgedraaid. Dat heeft ook weer heel erg veel nut voor volume. Doe dat echt. En dat doe ik gewoon totdat mijn haar gewoon helemaal is gedroogd. Ik schud ook mijn haar een beetje zo met mijn handen. Ik schud mijn haar niet vanaf de onderkant van mijn haar. Want dan creëer je ook weer pluis. Dus schud het een beetje zo op je hoofdhuid zo. En dan ben je helemaal klaar als het helemaal is gediffused. En dan heb je gewoon een mooie volle bos krullen. Ik heb nooit heel veel geduld om helemaal te wachten totdat mijn haar droogt. Dus wanneer het echt bijna helemaal droog is, ga ik gewoon even mijn wenkbrauwen doen en zo. En dan kom ik weer terug. En dan is mijn haar meestal altijd wel helemaal droog. En zoals je kunt zien, heel veel volume, definitie, mooie krullen. Niet te veel pluis, niet te droog. Ik ben niet helemaal anti-pluis, want pluis gaat ook wel een beetje hand in hand met gewoon veel volume. Maar ik wil niet dat mijn huid helemaal op een vogelnest lijkt. Dus dit is helemaal perfect. En gewoon voor de extra zal ik ook even laten zien hoe ik deze haarstijl maak, creëer.
Oké, nou dat is dan helemaal hoe ik mijn haren doe. Dan denk ik ook dat heel veel mensen zich afvragen hoe ik het doe op dag 2, dag 3, dag 4. Want ik was mijn haren slechts één keer per week. Met krullen moet je je haar niet te vaak wassen. Ik weet dat mensen met stelhaar hebben vaak het probleem dat je haar vettig wordt na like 1 of 2 dagen. Ons haar wordt ook wel vettig hoor. Krullen worden ook wel vettig, alleen het valt een stuk minder op. Bij krullen kun je bijna niet zien dat het vettig is. En met stelhaar wel. En bij krullen is het geen groot probleem als het vettig is. Dus was je haren echt maar 1 keer of 2 keer in de week. Hangt ook af van je haar. Nou, hoe doe ik dus de rest van de week? Als ik ga slapen, doe ik gewoon mijn haar in een grote losse knot. Ik pak gewoon mijn haar, ik wikkel het zo. En ik maak gewoon zo'n knot en daarmee slaap ik. Het beste is om te slapen met zo'n ding om je hoofd, zo'n kap. Maar dat doe ik niet. Ik slaap gewoon normaal. In de ochtend ziet mijn haar er niet meer uit. Wat ik dan doe, ik ga gewoon bij de kraan staan. Ik pak gewoon een beetje water met mijn hand en ik ga gewoon met het water door mijn haar heen. Ik maak het niet helemaal super nat. Het hoeft niet zoals je komt uit de douche. Maar het moet gewoon een beetje nat genoeg zijn dat het niet meer droog is. En dat doe ik dan in mijn hele haar. En qua product, het enige wat ik dan nog erin doe is mijn mousse. En that's it. Ik draai weer mijn hoofd om. Ik doe een beetje mousse erin. En dan ga ik het gewoon weer feunen en diffuseren. En dan is het gewoon weer helemaal refreshed. Nou mensen, ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan de video. Ga lekker aan de slag met je krullen. De krullen die ik heb zijn ongeveer 3B, 3A, 3B. Krullen heb je in heel veel vormen en maten. Je hebt hele kleine krullen. Je hebt ook meer de grote slagkrullen. Heel vaak worden meiden met slagkrullen een beetje uitgelachen, want men vindt dan niet dat ze echt krullen hebben, maar gewoon slag. Maar die meiden vallen ook gewoon vaak in categorie krullen. En dan kun jij gewoon ook doen wat ik nou hier doe. Dus ik hoop echt dat ik jullie een beetje vooruit heb geholpen. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!